Hallo, welkom bij deze online yogales. We gaan vandaag yoga en pilates doen, een yogilates. En ja, dit is een vorm van yoga waarbij we yoga en pilates met elkaar verbinden. Dus het zal een beetje een krachtige les worden en ja, we gaan lekker beginnen. We beginnen in easy pose, dus mag de benen gekruist, mag de enkels voor elkaar liggen. Laat je handen even op je knieën en rol je schouders even van voor naar achter. En sluit even je ogen. En we gaan even landen op onze mat. Neem even een diepe inadem door de neus. En zucht even uit. Laat even alle spanning gaan. Alle spanning uit je ademhaling. Alle spanning uit je lijf. Adem in door de neus. En zucht nog even een keer diep uit. Gaan we nog één keer doen. Adem diep in door de neus. En zucht uit. Mag je maar beginnen met in- en uitademen door de neus. En kijk of je je ademhaling kan sturen naar je buik. Naar het centrum van je lichaam. En naast je spieren, naast je kracht, laat ademhaling ook het centrum zijn van je bewegingen. Het centrum van deze les. Het helpt je meer te focussen, om meer in het moment te komen. En misschien ook om verder in houdingen te komen. Of om een betere flow aan te houden. En probeer echt die connectie te vinden met je ademhaling. Onder in je buik. Adem diep in. En adem uit. Plaats je handen weer op je knieën. En rol je schouders van voor naar achter. Even een paar keer. Grote cirkels van voor naar achter. En de andere kant op. Maak het lichaam langzaam wakker. Op een inademing neem je de armen mee op. Maak lengte, strek uit, schouders blijven laag. En op een uitademing plaats je de handen voor het hart. Adem in, armen mee op. En adem uit, plaats de handen voor het hart. Kijk of je echt die beweging kan koppelen aan de ademhaling. Adem in, op. En adem uit. Gaan we naar de eerste twist. Adem in en de armen mee op. Rijk. Omhoog. En op een uitadem plaats je de hand op de knie. En kijk mee naar achter. Adem in, maak lengte in de ruggengraat. En adem uit. Twist verder naar de achterkant. Op een inademing neem je de armen weer mee naar het centrum. En op een uitademing twisten we naar de andere kant. Adem in, maak lengte. En adem uit, twist dieper. Op een inademing neem je de armen weer mee op. Plaatsen we de rechterhand aan de mat. Loop ietsjes verder en neem links meer over het hoofd. Mooie strekking aan de zijkant van het lichaam. Misschien kijk je mee naar het plafond. Adem in naar de zijkant van je lichaam. En adem uit. Adem in. Omhoog. En adem uit. Gaan we naar de linkerkant. Wandel je hand ietsjes verder en neem rechts mee over het hoofd. Adem in naar de zijkant van je lichaam. Kijk naar je hand. En adem uit. Komen we weer naar het centrum. En plaats de handen voor het hart. Laten we de voeten
in de mat op heupbreedte. Handen op de knieën en op een inadem open je het borstbeen omhoog naar het plafond. En op een uitademing maak je jezelf klein, kin op de borst. Helemaal in. Adem in, open. En adem uit. Maak jezelf klein. Op een inademing open. En op een uitademing. Maak jezelf klein. Contract. Kruisen we de enkels weer. Op een inademing neem je de armen mee op. En dan lopen we onze handen naar voren. Komen we in een vooroverbuiging. Misschien kom je met je voorhoofd aan de mat. En voel even waar je het voelt in je lichaam. En adem daar naartoe. Langzaam lopen we onze handen weer richting ons lichaam en wisselen we even van kant. Ademen in de armen mee op. En plaatsen we de handen aan de vloer en loop weer ietsjes verder voorover. Adem in hier. En adem uit. Langzaam wandelen we weer terug naar het centrum. Plaatsen we de voeten even gestrekt voor ons. Kom rechtop zitten. Voeten zijn geflext naar jezelf toe. Op een inadem neem je de armen mee op. En vouw voorover. En kijk even waar je uitkomt. Misschien je schenen, je enkels of zelfs je voeten. Adem in. Rechte rug. En adem uit. Rijk met je borst richting je bovenbenen. Neus richting je enkels. Langzaam kom je weer naar het centrum. Plaatsen we de handen achter ons. Richting onze heupen. Point de teen. En op een inademing lift de heupen op. Reverse plank. En langzaam plaatsen we de heupen weer aan de mat. Billen richting de mat. En boothouding. Kijk of je niet kan zakken. Of hangen in je rug, maar presenteer jezelf op en open naar de voorkant. Hou die balans en engage je core. Gaan we langzaam halverwege. Hou vast, halverwege en langzaam kom je weer op naar boothouding. Kom weer halverwege. Halve boothouding. Rijk nog steeds naar voren. Point de tenen. Engage de core. Komen we weer op. En langzaam. Halverwege. Laatste keer. Point de tenen. Rijk naar voren. En kom weer op. Gaan we naar toe tap. Met je tenen richting de mat. 1. Wissel van kant. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Heel goed. Kruisen we de enkels en rollen we over op handen en knieën. Plaatsen we de handen in de mat. Recht onder de schouders. Vingers goed verspreid. En plaatsen we de voeten naar de achterkant. Komen we in hoge plank. Engage je core. Maak je lichaam sterk. Controleer of je goed staat. Voeten zijn op heupbreedte. Hielen naar de achterkant van de zaal. En op een inademing lift je de heupen op. Voor downward facing dog. Misschien maak je wat bewegingen. Loop je dog ietsjes heen en weer. Voel even wat goed voelt voor jouw lichaam. Op een inademing rol je door naar hoge plank. Op een uitademing terug naar downward dog. Adem in, hoge plank. En adem uit, downward dog. Adem in, hoge plank. Engage the core. En adem uit, downward dog. En langzaam lopen we
richting de voorkant van onze mat, richting onze handen. Vouwen even voorover, misschien buig je de knieën. En langzaam ruggenwervel voor ruggenwervel. Rollen we op. Tot staan. En kijk of je kan staan in een berghouding. Laat de grote tenen tegen elkaar aan. Hielen ietsjes uit elkaar. Bovenbenen zijn gespannen. Navel is in. Staartbeen naar beneden. Buikspieren gespannen. Schouders naar achteren. Handpalmen naar voren. Kinnenzichtjes in. En je maakt een mooie lengte in je ruggengraat. Gaan we twee keer zo'n groep B doen om ons lichaam ietsjes op te warmen. Dus op de volgende inademing buig de knieën, chair pose. Rij met de armen naar voren. En kijk mee naar het plafond. Vouw voorover. Op een inademing lift je halverwege. En op een uitademing stap je door naar achter, hoge plank. We nemen even een extra ademhaling. Adem in. En op een uitademing ellebogen langs het lichaam, lage plank. Adem in voor upward dog. En adem uit naar downward facing dog. Drijven de voeten. De linkervoet 45 graden. De rechter tussen de handen. Neem de armen mee op. Warrior one. Beide heupen zijn naar de voorkant van de mat gericht. En voorste knie is mooi in lijn met de enkel. Armen zijn mee op. Adem in hier. En adem uit, plaats de handen aan de mat. Stap door, hoge plank. Lage plank. Adem in voor upward dog. Adem uit, downward facing dog. Ditmaal draaien we de rechtervoet 45 graden. Stap de linker tussen de handen. Neem de armen mee op. Warrior one. Adem in hier. Adem uit, stap door, hoge plank. Lage plank. Adem in, upward dog. En adem uit, voor downward facing dog. Nemen we drie ademhalingen hier. Adem in. En adem uit. Zorg dat je schouders en je hoofd los zijn. Voor twee. Duw die mat van je af. En drie. Op een inademing kijk je naar voren. Stap door naar voren tussen de handen. Maak meteen recht terug. En adem uit. Door naar chair pose. Buig de knieën. Neem de armen mee op. En kom weer tot staan. Gaan we nog één keer herhalen. Tenen, grote tenen. Positioneer jezelf. Grote tenen tegen elkaar aan. Hielen ietsjes uit elkaar. Schouders naar achteren. Handpalmen naar voren. Chair pose. Buig de knieën. Neem de armen mee op. En adem uit. Vouw. Op een inademing. Lift je halverwege. Adem uit. Stap door naar achteren. Hoge plank. Neem een extra ademhaling hier. Adem in. En adem uit. Ellebogen in. Lage plank. Adem in voor upward dog. En adem uit, downward facing dog. Linkervoet 45 graden, rechtervoet naar voren. Warrior one. Adem in hier. Adem uit. Stap door, hoge plank. Chaturanga. Adem in, upward dog. Adem uit, downward dog. Rechtervoet 45 graden, linker tussen de handen. Warrior one. Op links. Kijk naar de handen, adem in hier. Adem uit. Stap door naar achteren. Lage plank. Adem in, upward dog. En adem uit. Downward facing dog. Drie ademhalingen hier. Hou je rug recht. Heupen richting het plafond. Misschien buig je de knieën iets voor een nog rechter onderrug. En blijf aan. Op een inademing kijk je naar de handen. Stap door naar voren. Maak een rechte rug. En vouw. Chair pose. Buig de knieën en neem de armen mee op. En kom weer tot staan. Gaan we door naar de volgende houdingen.
waarbij we veel gaan planken. Adem in, neem de armen mee op. Adem uit, vouw. Adem in, maak de rug terug, als een tafeltje. Stap door naar achteren, hoge plank. Chaturanga, lage plank. Adem in voor upward dog. Adem uit, downward facing dog. Adem in hier. En adem uit. Langzaam lopen we de handen richting de voeten naar de achterkant van de mat. En hang de rug even uit. Strek de knieën op. Engage de core. En met de rechterrug komen we in één keer overeind. Neem de armen mee op en kom hoog op de tenen. Hou even vast. Gaan we 5 keer reizen naar de tenen. Kom op de hielen en op en neer. Op, neer. Op, neer. Op en neer. Kom op, laatste keer. En met de rechterrug komen we naar beneden. Lopen we met onze handen richting hoge plank. Rechte knie, rechte elleboog. Tik aan. Linker knie, linker elleboog. Tik aan. Gaan we 10 keer doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Lopen we met onze handen weer richting de voeten. Op een inademing neem je de armen mee op. Engage de core en kom hoog op de tenen. En hier. En 2. En 3. Schouders blijven laag. 4. En 5. Vouwen weer naar beneden. Lopen we richting hoge plank. Sta je handen recht onder de schouders. Hielen naar de achterkant van de zaal. Shoulder tap. Met je rechterhand linker. Schouder en andersom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed. Lopen we weer richting onze voeten. Op een inademing neem je de armen mee op. En kom hoog op de tenen voor 1, 2, 3. 4 en 5. Vouw. Lopen we weer voor de laatste keer. Hoge plank. Ditmaal komen we met onze onderarmen aan de mat. Voor een lage plank. Gaan we met onze rechterheup naar de rechterkant tik aan. En links tik aan. En 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Heel mooi. Kom weer naar hoge plank. Lopen we de handen richting de voeten. En hang even uit. Misschien buig je de knieën. Voel je je bovenlichaam. Voel je je bovenlichaam over je bovenbenen hangen. Schouders zijn los. Armen zijn los. Misschien schrik je je hoofd ietsjes heen en weer. Op een inademing neem je de armen mee op. En kom weer tot staan. Neem even een paar ademhalingen hier. Diep in door de neus. En zucht lekker uit. Voelt je hartslag tegen je duimen aan. Inademing, neem je de armen mee op. En vouw voorover. Dan lopen we weer richting hoge plank. Ellebogen zijn in, langs het lichaam. Leg je jezelf langzaam neer. Totdat je helemaal aan de mat komt liggen. Plaats onze onderarmen aan de mat. Vingers goed verspreid. Schouders aan de weg van de oren voor een sphinxhouding.
Open de voorkant van je borstgebied. Je nek is lang. Adem in hierop voor. En op een uitademing lift je de heupen omhoog. Adem in op voor. Adem uit. Lift. Adem in op voor. Adem uit. Lift. Adem in op voor. Adem uit. Lift de heupen. Adem in op voor. En adem uit. Lift de heupen. Plaats je de heupen weer aan de mat. En plaats je de handen onder de schouders. Duw jezelf omhoog. High plank. Downward facing dog. Door naar de volgende houdingen. Op een inademing lift je rechts. Two-legged dog. Kijk of je je heupen mooi op één lijn kan houden. Voet is naar jezelf toe geflext. En je blijft de mat van je weg duwen. Kijk naar de handen, stap de voet. Door naar voren, neem de armen mee op. Voor high lunge. Plaats je de handen in je heupen. Achterste knie is aan de mat. En strek op. Achterste knie aan de mat. En op. Strek. Strek. Buig. En strek. Nog 4. 3. 2. En 1. En op. Komen we in een actieve houding met de benen. Voorste knie is mooi in één lijn met de enkel. Achterste been is actief. Neem de armen mee op. En zijwaarts. Gaan we cirkels draaien met onze armen. 1. 2. 3. En 4. Andere kant op. 1. 2, 3 en 4. Neem de armen mee door naar voren. Beide benen zijn nog steeds sterk en actief. Rijk naar voren. En plaats de handen aan de mat. Stap door naar achteren. Voor two-legged dog. Hop. En plaats de voet weer naast de andere. Downward facing dog. Adem in hier. En adem uit. Liften we links. Heupen zijn op één lijn. Flex die voet naar jezelf toe. Kijk naar de handen en plaats de voet door naar voren. Neem de armen mee op. High lunge. Plaatsen we de handen op de heupen. Achterste knie aan de mat. Strek beide benen op. En neer. 2. En 3. 4. Gaan door naar 8. 5. 6. 7. En 8. Buig voorste knie. Mooi in lijn met de enkel. Achterste been is sterk. Op een inademing neem de armen mee op. En plaats de handen naast je. Cirkels. 2. 3. En 4. Andere kant. 1, 2, 3 en 4. Neem de armen door naar voren. Beide benen zijn sterk. Maak jezelf sterk. Hou de benen actief. Plaats de handen aan de mat. Stap vanaf hier door naar two-legged dog. Flex die voet naar jezelf toe en plaats beide voeten aan de mat. Adem in hier. En adem uit. Laten we de knieën even aan de mat. Laten we het voorhoofd even aan de mat. Naar child's pose. Neem even een moment hier. Om terug te komen bij je ademhaling. En houd de child's pose actief. Rijk actief naar voren. Neem even het moment om bij jezelf naar binnen te gaan.
En neem even dit moment om je klaar te maken voor de volgende houdingen. En wanneer je er klaar voor bent, activeer je de handen weer en kom op handen en knieën. Stap weer door naar hoge plank, heupen naar de lucht. Downward facing dog. Op een inademing, lift je rechts, chin like a dog. Kijk naar de handen, stap de voet door naar voren en de armen mee op. Juist. Hou even vol. Laten we de handen op de heupen. Gaan we vanaf hier door naar een balanshouding, warrior 3. Waarbij we al het gewicht op onze voorste voet gaan plaatsen. Dus op een inademing. Lift je en plaats al het gewicht op je rechtervoet. Neem links mee omhoog. Maak een mooie T-vorm van je lichaam. En verdeel je gewicht over je hele voet. Maak lengte van je navel tot je borstbeen. Misschien hou je je handen hier. Of plaats de handen voor je hart. Wil je mee? Neem de armen mee. Over het hoofd. Neem één inadem hier. En adem uit. Neem links mee. Door naar voren. Buig de knie, handen weer. Op de heupen. En strek de been uit voor 1. 2. Point de tenen. 3. 4. Ietsjes hoger. En 5. Plaats de benen weer naast de andere. Grote tenen tegen elkaar aan. Gaan we door naar chair pose. Buig de knieën en de armen mee op. En kom weer tot staan. Gaan we 5 keer. Buig op. En kom tot staan. Buig chair pose. En kom tot staan. Nog 2 keer. Chair pose. En staan. Chair pose. En staan. Nog een keer chair pose. Buig de knieën in de armen mee op. En langzaam plaatsen we de handen achter ons. Strek aan en vouw. Voorover neem de armen mee. Over het hoofd. Neus richting de knie. Gewicht is op voor. Op een inademing. Buig je de knieën. Neem de armen weer mee naar voren. Chair pose. Langzaam plaatsen we de handen weer achter ons rug. Strengel de vingers in elkaar en vouw. Neus richting de knie. Gewicht is op voor. Nog 1 keer. Buig de knie en neem de armen mee op. Staartbeen is onder je. Schouders laag. Handen achter de rug. Strek aan en vouw voorover. Laten we de handen weer naast ons. Stap door naar achteren. Hoge plank. Neem een vinyasa. Lage plank. Adem in. Upward dog. En adem uit. Downward facing dog. Op een inademing. Lift je links. Two-legged dog. Kijk naar de handen. Stap de voet door naar voren. Neem de armen mee op. High lunge. Gaan we vanaf hier naar warrior 3. Plaats de handen op de heupen. Al het gewicht door naar voren. Neem rechts mee. Omhoog. Maak een mooie T-vorm van je lichaam. Vind die balans. Verdeel het gewicht over je hele voet. Hou je handen op je heupen of plaats de handen voor het hart. Wil je meer? Neem je armen mee over het hoofd. Adem in hier. En adem uit. Neem rechts mee. Door naar voren. Tot een staande houding. Gebogen knie. Handen weer op de heupen. En strek de voet. Strek het been. Point de tenen voor 1. Hoger. 2. 3. 4. En 5. Laat de voeten weer aan de mat. En kom even staan in berghouding. Kom rechtop staan. Staartbeen naar beneden, schouders naar achteren. Kin zichtjes in en maak lengte.
Adem in, neem de armen mee op. En adem uit, vouw. Adem in, maak je recht terug. Op een uitademing stap door naar achteren, hoge plank. En naar boven in, lage plank. Adem in voor upward dog. Adem uit, downward facing dog. Op een inademing licht je rechts. Op een uitademing plaats je je voet in de hand. Huilen en openen we naar warrior 2. Dus weer, knie is mooi in lijn met de enkel. Achterste voet is naar de lange zijde van je mat. Je armen zijn sterk. Als een echte warrior tuur je over je middelste vinger. Schouders zijn laag. Benen actief. We plaatsen onze handen achter ons hoofd. Ellebogen naar de zijkant. Gaan we met onze rechter elleboog naar onze knie. Voor 1. 2. Gebruik de ademhaling. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Open weer naar warrior 2. En zwaaien de armen naar de vloer. Vinyasa, stap door achter. Neem chaturanga. Adem in voor upward dog. Adem uit, downward facing dog. Open inadem, lift de links. En stap door naar voren en de armen mee op. High lunge. Open naar warrior 2. Controleer, staat je. Sta je voeten goed, achterste voet naar de lange zijde van de mat. Armen wijd uit en krachtig duw je over je middelste vinger. Plaatsen we de handen achter ons hoofd, strengel aan. Elleboog richting de knie voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Open weer naar warrior 2. Zwaai de armen weer naar de mat. Stap door, hoge plank. Neem een vinyasa, lage plank. Adem voor upward dog. Adem uit, downward facing dog. Adem in hier. En adem uit. En dan zitten de staande houdingen voor deze les erop. Dan wandelen we langzaam naar het midden, kruisen we de enkels. En komen we met onze billen richting de mat. Komen we in een rechtop zittende houding. Gaan we naar wat strekoefeningen. Flex de voeten naar jezelf toe. Kijk of je goed op je zitbordjes kan komen zitten. Op een inademing neem je de armen mee op. Adem uit, vouw door naar voren. Kijk maar waar je uitkomt. Of je bij je schenen, je enkels of je voeten. Adem in, maak lengte in je ruggengraat. En adem uit, vouw dieper richting je bovenbenen. Adem in hier. En adem uit. Gebruik de ademhaling. Adem in. Maak lengte. En adem uit. Nog één ademhaling. Adem in. En adem uit. Komen we langzaam weer overeind. Plaatsen we onze rechtervoet aan de binnenkant van ons linkerbeen. Adem in. Neem de armen mee op. En adem uit. Vouw door naar voren. Adem in, maak de lengte. En adem uit. Vouw. Adem in. En adem uit. Adem in hier. En adem uit. Komen we langzaam weer uit deze houding en wisselen we van kant. Plaatsen we de linkervoet aan de binnenkant van de rechter. Nee. Adem in, neem de armen mee op. En adem uit, vouw.
Adem in, maak lengte. En adem uit, vouw dubbel. Adem in hier. En adem uit. Adem in. En adem uit. Komen we langzaam weer overeind. Billen aan de mat. En gaan we weer door naar boothouding. Net als in het begin van de les. Presenteer jezelf. Ga niet hangen in je rug, maar kijk of je de voorkant van je lichaam kan openen. Presenteer jezelf. En reik naar de tenen. En langzaam komen we halverwege. En komen we weer op. Komen we halverwege. En weer op. Halverwege. En weer op. Draai even naar de zijkant van de mat. Langzaam komen we halverwege. En plaats je hele lichaam even aan de mat. Op een inademing. Armen over het hoofd. Point de tenen en maak jezelf even lang. Adem naar de buik. Gaan we met de kin op de borst en de handen strekken we achter ons hoofd in elkaar. Ellebogen naar buiten. De rechterbeen is in, linker is van de mat. Gaan we wisselen van kant de bicycle voor 20 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maak jezelf lang. Adem in naar de buik. En adem uit. Laten we de voeten in de mat, in de lucht. Flex de voeten naar jezelf toe. Mooi op heupbreedte. En de armen reiken naast je. Kin op de borst, hoofd op de zwalle grond. Gaan we reiken naar de linkerkant, naast de heupen. 1 en 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Rechterhand buitenkant van je linkervoet. En linkerhand buitenkant van je rechtervoet voor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maak jezelf lang. Adem in naar de buik. En adem uit. Kin op de borst. Handen gestrekt aan elkaar. Plaatsen we beide voeten in de lucht. 1 naar beneden. Wissel van kant. Single leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maak jezelf lang. Adem in naar de buik. En adem uit. Beide knieën richting de borst. Misschien draai je wat cirkeltjes. Andere kant. Plaats je de voetzolen aan de mat op heupbreedte en laat je knieën even van links naar rechts gaan. De ruitwisser. Beide knieën in de mat. En dan één keer rol je even van voor tot de zittende houding.
En sluiten we deze les met de laatste drie houdingen af voordat we naar de eindontspanning gaan. Pak tegengestelde elleboog op een inadem. Maak lengte. En kom even tot de vooroverbuiging. En langzaam komen we weer overeind. Laten we onze handen over onze knieën. Duim en wijsvinger raken elkaar. Ellebogen zijn lichtjes overstrekt. Kin is in en sluit even je ogen. Adem in en uit door de neus. En adem in naar de buik. En adem uit. En hou de aandacht bij jezelf. Laat ze met de voetzolen in de mat. Pak je knieën vast en maak jezelf nog even één keer klein. Op een inademing open je. En op een uitademing maak jezelf klein. Nog één keer op een inademing open je. Naar het plafond, misschien hou je je ogen gesloten. En op een uitademing rol je langzaam af. Langzaam tot een liggende houding voor die eindontspanning. Shavasana. Eindontspanning waarbij we ons lichaam eventjes de tijd geven om alle houdingen te verwerken. Dus kom lekker liggen aan de mat. Misschien wikkel je een dekentje om jezelf heen. Misschien is dat niet nodig. Laat je knieën en voeten lekker naar buiten vallen. Handpalmen naast je, richting het plafond. En voelt je lichaam zwaar worden. Je mag alle houdingen loslaten. Je mag je ademhaling de natuurlijke loop laten gaan. Voelt je lichaam zwaar worden. Met elke uitadem nog meer ontspanning. Loslaten. Het is aan jou om te voelen hoe lang je hier nog wil blijven liggen. Misschien blijf je nog even een tijdje liggen. Misschien heb je behoefte om nog even in de meditatiehouding naar je ademhaling te gaan. Het is aan jou de keus. Maar voor nu sluit ik deze les even af. En zie ik jullie graag de volgende keer weer terug. Namaste.